De situatie rond het COVID-19-virus hoeft niet alleen voor onrust te zorgen. Met een andere kijk kan deze situatie hoopgevend zijn. Dit haalde Marvin Polak, motivational speaker, vandaag aan in het ATV-programma COVID-19 Update. Hij zegt dat een ieder zal moeten inleveren en dat bedrijven inkomsten zullen derven. Echter vindt hij het belangrijk dat het volk weet wat haar bijdrage hierbij moet zijn. Polak zegt dat met een positieve instelling we deze periode makkelijk zullen doorstaan. En je vraagt je af, is men ervan bewust wat er allemaal kan gebeuren als ze niet meewerken? Want iedereen kijkt naar instanties, wat gaan mensen doen, wat gaat de regering doen, wat gaat het NCCR doen? Maar uiteindelijk moet je kijken, wat ga ik doen om ook een bijdrage te leveren? Dus er zijn momenten van onrust. Los van de economische kant, want je hebt een business. Als we kijken naar onze branche, daar zijn we daadwerkelijk bezig met mensen one-on-one. Mm-hmm. Groepen, trainen, coachen. En mensen hebben geen tijd nu voor coachen en trainen. Weet je, iedereen in de greep van e-COVID, blijf afstand, wat goed is. Maar wat betekent dat een aantal bedrijven zoals wij wat inkomsten gaan derven. Maar aan de andere kant moet die maatschappij ook daadwerkelijk bewust worden van dat ze ook een bijdrage hebben. Binnen het geheel. Mm-hmm. Dus ik hoop dat we dat heel gauw doorhebben, zodat we kunnen voorkomen dat zich verspreidt in Suriname, dat we veilig blijven. Want één zin waarmee ik opsta elke dag is, ook dit gaat voorbij. Polak ziet het COVID-19-virus als een gebeurtenis. Hij zegt dat er een aantal dingen op ons pad zal komen. Dingen waarop we wel of geen invloed hebben. Wat jij nu kan doen is kijken, evalueren, de relaties versterken met mensen, oude hobby's oppakken, kinderen bezighouden, tijd voor jezelf. De tijd die we al de jaren, al de maanden, al de week hebben gezocht, is nu. Zoek de tijd. En je leven is uitgedrukt in tijd. Dus dit is part of your life. En laat het niet zo je voorbij gaan. Zit rustig, bel mensen, hou je bezig met positieve mensen. Er komt veel fake news. En haal het beste eruit. En voor de mensen die op straat gaan, vrijheid, vrijheid, iabi. Ik kan qua straat die altijd, ik kan dus zeggen niet. Maar nu maak de man tikking. Want de man ook regels komen. Je mag qua straat die morgen, maar toen taal of zo. Maar vrijheid kan je ook geven en dan ben je een hero voor Suriname. Als je vrijheid opgeeft en thuis blijft en werkt aan jezelf, je familie en relaties. We can do it as a nation. We can do it. Motivational speaker Marvin Polak. Hij sprak vanmorgen in het programma ATV COVID-19 Update.